komt het wel op tv? Ja. Wat? Het jeugddorp is weer begonnen, voor de 51ste keer langs de Voorschoterweg. Maar de toekomst is onzeker. De gemeente heeft met de herindeling van de sportvelden namelijk plannen om hockeyclub Roomburg op deze plek onder te brengen. Dus of het jeugddorp blijft bestaan, is nog de vraag. Ik zou het heel erg jammer vinden, want ik zit nu hier al voor mijn 16 jaar. En tot nu toe is het altijd leuk. Jeugddorp moet blijven! Jeugddorp moet blijven! Het zijn vaak wel de twee leukste weken van het jaar. Ja, natuurlijk maken we ons zorgen om. Als het hier weg moet, zou ik het heel zonde vinden. En ik hoop dat ze dan, als het doorgaat, dat ze ons een andere locatie aanbieden. Want ja, dit mag en dit kan gewoon niet weg. We hebben jaarlijks zo'n 600 kinderen. Dus dat betekent dat je 600 kinderen gaat benadelen. Nou, dat is natuurlijk eeuwig zonde. 1, 2, komt ie hoor. Wauw, die is echt mooi. Ja, leuk hè? En dat maken we hier. Bij Jeugddorp is van alles te doen. Hutten bouwen, sport, spel, theater en knutselen. Over het voortbestaan van Jeugddorp is nog niets besloten. Het kan ook zo zijn dat er een andere locatie aangewezen wordt. Ja, het is altijd de vraag of je daar dan de luxe en de materialen hebt en de ruimte hebt die we hier hebben. Dus ja, dat is altijd zoeken. Na de zomer zal de gemeenteraad een besluit nemen over de plannen. De kinderen vermaken zich in ieder geval prima. Ja, ik vind dat we een hele mooie hut hebben. Hij wordt wel heel groot. Hij is wel de allergrootste. Nou, gewoon, ik vind huttenbouw gewoon heel leuk. En ja, het is gewoon heel gezellig. En zo.